Dan hebben we het dus vandaag over het herdenken van je dierbaren. Even belangrijk om te weten is, ja, dit is een heel moeilijk onderwerp en misschien maakt het wel bij sommigen iets los. Ik had ook net pas gehoord dat iemand die ik goed ken, dat diens neef, net een klein kind, net is overleden. Niet aan corona hoor, maar aan van de trap te zijn afgevallen. Ja, dit soort dingen zijn altijd moeilijk. Maar het is toch goed om erover te praten, want anders dan gaan we het negeren en dat is helemaal niet goed. Dus volgens het boeddhisme is de dood niet enkel het beëindigen van een fase, of sorry, is het juist het beëindigen van een fase, dus het beëindigen van een deel van het verhaal, in een kringloop van wedergeboorte. Wat wil dat zeggen? Een kringloop van wedergeboorte, dat wil zeggen dat dit leven is maar één deel van het geheel. De Boeddha die heeft zelf gezegd, we zijn door geboorte en dood afgesloten. Daarmee wilde hij zeggen dat we dus door de geboorte, doordat we zijn geboren in een nieuw lichaam, menselijk lichaam, doordat onze hersenen weer opnieuw moeten groeien enzovoort, dat we eigenlijk helemaal geen herinnering hebben van wat daarvoor gebeurde. En dat is een biologisch feit. We hebben zelfs geen herinnering van de eerste jaren van onze onze kindertijd, zeg maar. De eerste jaren dat we geboren waren. Je had de bekende Nederlandse schrijver Martin Toonder, schrijver van Olivier B. Bommel, die heeft ooit in een interview gezegd dat hij zich de eerste moment kon herinneren dat hij bewust werd van zijn eigen sterfelijkheid toen hij als kind in een raamkozijn zat en naar beneden keek. En toen was hij 2 of 3 jaar of zo. En dat is heel zeldzaam. De meeste van ons kunnen dat helemaal niet herinneren. En ik ben laatst tijdens meditatie had ik ineens een herinnering van toen ik ongeveer 5 jaar was. En dat is ook voor mij een unicum. Normaal kan ik me dat ook helemaal niet herinneren. Het is niet dat je daar ineens dat het verandert of zo. Als je mediteert, sta je er wel iets meer open voor, denk ik. Maar toch. Dus we weten het niet. En wat de Boeddha dan ook zei, is we weten ook niet wat er na de dood is. Dus het is in feite een theorie die we aanhangen. Maar de Boeddha die zei dus wel dat hij door het inzicht van meditatie die dingen kon zien. Door het oog van de Dhamma. Nou, wat is het oog van de Dhamma? Dat is een manier van kijken naar de dingen zonder label, zonder naam. En dat is wat het inzicht wat leidt tot de verlichting. Maar ja, als je niet zoals de Boeddha bent, dan weet je dat dus niet. Dus dat neem je maar aan, als een aanname. En dat gaan we vandaag doen. Het is een aanname van een bepaalde kijk op het leven. En daar hoeven we verder ook niet in te geloven als we daar nog niks mee hebben. Maar we kunnen het als een soort aanname, als een soort hypothese, zeg maar, in ons leven een bepaalde plaats geven. Elk leven is daarmee dus weer anders. We zijn niet de ander, dus ons vorige leven is niet een ander iemand, maar het is ook niet echt onszelf. En eigenlijk is dat gewoon de aard van het hele menselijk leven in het algemeen. Als je terugkijkt naar hoe je als kind was, dan is het ook niet echt jezelf, helemaal 100%. Maar het is ook niet een ander. Dus het is eigenlijk heel kenmerkend voor groeiprocessen of ontwikkelingsprocessen in het algemeen, dat we nooit echt kunnen zeggen van dit is nou mijn onveranderlijke zelf. Maar goed, er zijn natuurlijk wel vragen die mensen hebben van ja, kun je nou spreken over een mens die telkens weer wordt geboren en wedergeboren, maar toch niet spreken over een onsterfelijke ziel of een zelf. Hè? Want de boeddhisten zeggen ze altijd, die spreken nooit over een zelf. Sorry. Maar ja, dat is een hele discussie op zich. Maar het is wel belangrijk om ervan bewust te zijn dat de Boeddha zelf nooit heeft gezegd dat er geen zelf is. Dat is iets waar heel veel mensen niet weten. Een beetje een wijdverspreid misverstand. De Boeddha die sprak meer over niet zelf als een soort van bijvoeglijk naamwoord. Hè? Dus dit is niet zelf, dat is niet zelf, het Boeddha-beeld hier is niet zelf. Deze
Notebook is niet zelf. Alle dingen om ons heen en zelfs ons eigen lichaam en geest is niet zelf. Dat wil zeggen dat het voortdurend verandert. Dat er allerlei processen ter grondslag aan liggen. En dat is eigenlijk de betekenis ervan. Het is niet zo dat het nou een soort filosofie is, maar het is meer een meditatie op. We mediteren op het feit dat we niet de eigenaar zijn van de dingen. De dingen zijn voortdurend aan het veranderen en het is niet echt te vatten. Het is in flux, om een beetje interessant te klinken. dat is even dat ik van tevoren zeg, want anders komt die vraag eigenlijk altijd. Dus dit is iets wat ik nu eventjes zeg, maar dat is niet waar het onderwerp van vandaag over gaat. Het onderwerp van vandaag gaat over de dood. En de Boeddha heeft daar heel veel over gezegd en hij benadrukt eigenlijk altijd dat het heel kwetsbaar is, het menselijk bestaan. Het is ook een hele, tegelijkertijd ook heel waardevol. En dat is ook wel vaker, hè? Dat dingen die heel waardevol ook heel kwetsbaar kunnen zijn. en hij omschreef de dood ook als een boodschapper. Het woord dat hij gebruikte was een hemelse boodschapper, Devadutta. Dus een hemelse boodschapper die als het ware uit de hemel neerdaalt om ons ervan bewust te maken dat het leven wat we leiden, dat er heel veel mee kan. Dat we heel veel daarmee kunnen. Heel veel goede dingen ermee kunnen doen. En eigenlijk dat zie je ook in de boeddhisme terug, is ouderdom en ziekte daaraan ook verwant. Dat zijn dan ook weer twee andere hemelse boodschappers die natuurlijk samenhangen met de dood. Ouderdom en ziekte zijn wel wat makkelijker te erkennen. En over het algemeen in die volgorde. Dus mensen erkennen mensen ziekte het snelst. Want dat is iets wat we allemaal wel eens zijn ziek. Maar toch zie je, zeker met de coronacrisis, dat het ontkennen van ziekte heel fundamenteel is aan de menselijke aard. Er is een Franse schrijver die Albert Camus heet, en die heeft een heel boek geschreven over dat er een ziekte uitbreekt, zoals corona, en dat iedereen dat blijft negeren, omdat iedereen voortdurend zegt, ja, maar niet wij, die ander. Ja, die zal er last van hebben, maar wij niet. Wij zijn die en die, wij zijn de Fransen, wij zijn dit en dit. Ik geloof daar niet in, Albert Camus was een Fransman. En dat heb je natuurlijk heel duidelijk gezien als je kijkt naar het verschil tussen Merkel en Rutte. Hè. Rutte is typisch iemand die dood als boodschapper niet erkent. Hè. Dus die blijft maar zeggen, ja, maar dat is een probleem van Azië. En dan uiteindelijk kom je medio 2020 en dan is het, ja, maar het is toch eigenlijk meer een probleem van Zuid-Europa. En dan kom je wat verder en uiteindelijk is het alleen een probleem als je niet aan de regels houdt. We blijven maar ontkennen dat het ons probleem is. En dat is de aard van de mens, hoewel de ene wat meer vatbaar is dan de ander. De ene is wat meer vatbaar voor, zeg maar. En dus hebben we datzelfde nog meer met ouderdom en ziekte. Het zijn gewoon dingen die we niet zo graag over nadenken. Maar we kunnen het niet omheen. We komen er allemaal een keertje, hebben er allemaal een keertje mee te maken. De Boeddha die vergeleek daarmee de dood ook wel met een zee die alle huizen wegspoelt bij een overstroming. We kunnen daar eigenlijk nooit omheen. Maar hij heeft ook hele positieve dingen erover gezegd. Dit is een passage uit een van de vroegere teksten. De uitgedoste wagens der koningen vervallen. Dus zelfs de meest dure dingen, de meest chique dingen, zelfs de Mercedes-Benz, de Ferrari, de meest rijke miljonairs, die zullen uiteindelijk hun rijkdom moeten achterlaten. Eveneens gaat dit lichaam het verval tegemoet. We moeten allemaal op een dag dit lichaam achterlaten. Dan kunnen we wel worstelen met de vraag, zijn we jong, zijn we oud?
Mijn leeftijd is maar een nummer, is maar een getal. Leeftijd is hoe je je voelt en al die verhalen zijn interessant, maar uiteindelijk laten we het achter. Maar dan zegt ook de Boeddha, maar de leer der goede gaat niet teloor. De goede geven haar aan elkaar door. Het mooie van dit stuk is ook dat het ook in rijm is vertaald, een beetje. Dus dat is een hele mooie frase. En ik geef het vaak als een citaat, als bij een condoleanskaartje. Het is een heel mooi citaat wat aangeeft waar het eigenlijk om gaat. Er is in de eerste plaats, als we geconfronteerd zijn met de dood, is het de reflectie. We moeten allemaal erkennen dat er een proces is van loslaten. Maar er is ook een proces van geven. Er is ook een proces van erbij stilstaan dat de dood ons er bewust van maakt dat we ook iets positiefs kunnen doen. En dat doen we door ons anders te leren verhouden ten aanzien van onze dierbaar. Dus wanneer rouw een steeds grotere plaats in ons leven gaat innemen, is het wel goed om daar even bij stil te staan en hoe kun je je anders verhouden tot je dierbaar? Dus reflectie op de dood is de eerste stap, is belangrijk, maar is niet het einde van het verhaal. Ik bedoel, is niet het hele verhaal. Dit verhaal kennen jullie misschien, over de mevrouw die rouwde om haar kind. Isa Kotami is een heel beroemd verhaal. Ook bekend, zo bekend dat het een beetje een meme is geworden, zeg maar, wat heel erg wordt doorverteld zonder dat mensen weten dat het boeddhistisch is. En Isa Kotami die rouwde altijd om haar kind. En uiteindelijk zei de Boeddha tegen haar, de enige manier om je kind weer tot leven te brengen of om dit probleem op te lossen, is door een mosterdzaadje te vinden van een familie waar nooit iemand is overleden. Misschien kennen jullie dit nog, het verhaal. En mosterdzaadje is net zoals een zoutvaatje of zo in onze cultuur. Dus je belt bij iemand aan en je vraagt om een zoutvaatje, maar er is nog een tweede vraag bij. Is er iemand wel eens overleden in je familie? En het bleek dus dat elke familie wel iemand had die was overleden. Uiteindelijk kwam Kisa Kotami tot het inzicht dat ouderdom en dood, vooral dood, heel fundamenteel is en dat iedereen er onhevig aan is. En uiteindelijk was ze in staat om haar kind los te laten en een nieuw begin te beginnen. Nou, dat is het onderdeel van reflectie. Oké, dat is duidelijk, maar er is ook een onderdeel van iets positiefs kunnen doen. Dit noemen we delen van goede karma en dat is wat we doen op een herdenkingsceremonie, zoals we die één keer hier in ons tempel één keer per maand houden en in heel veel tempels in Thailand twee keer per maand. Waarom is het hier minder? Nou, omdat in het Westen hebben we een kleinere gemeenschap. Dus hier zie je het heel raars. Mensen zijn water aan het gieten. Waarom doen ze dat? Gaan ze de plantjes water geven? Nee. Het is een manier om, dat symboliseert goede karma. En een aantal van jullie kennen dit waarschijnlijk al. Dus wanneer de monniken bijvoorbeeld een zegen geven, je ziet hier in het plaatje nog net een schouder van een monnik, dan gaan mensen dus hun karma, wat ze die dag hebben gedaan, tijdens die zegen, gaan ze dan hun eigen goede karma, dan denken ze aan hun goede daden die ze die dag hebben gedaan, bijvoorbeeld een gift aan de tempel gegeven of gemediteerd, vrijwilligerswerk gedaan, en dan geven ze dat goede karma geven ze aan hun overleden dierbaar. Dus in plaats van dat je iemand probeert terug te halen wat niet meer kan, geef je iets mee. Ik heb heel erg van jou gehouden, ik kan je niet meer terugbrengen, maar ik geef je iets mee. Ik weet niet waar je naartoe reist, waar je zal worden herboren, waar je nu bent, maar ik geef je dit mee als proviant. Ik geef je dit mee als een soort van goede wens naar jou. En dat is wat we doen. En dat wordt gesymboliseerd door water. Het water symboliseert namelijk punya en apunya. Of punya met name.
Punya is een woord in het Pali, in het oude, de oude Indiaanse taal, dat we gebruiken voor de energie die voortkomt uit onze goede daden. Dus als je een goede karma of goede daad doet, en dit silhouet, deze Jip en Janneke figuur, die doet een goede daad. Nou, die goede daad, die karma, die wordt een energie, daar komt een energie bij. En die energie die noemen we punya. In de Thais noemen we het boon. En dat heb je vast wel eens gehoord in de Thais tempel. Dan spreken mensen over boon of in het Engels merit. Ook vaak verkeerd uitgesproken als merit. En mensen die zeggen dat en zeggen van waarom doe je dit? Nou, we doen het voor de merit, de energie van goede daden. Het is een beetje een taal die we niet echt goed kennen in het Westen. Dus mijn moeder die is in de eerste jaren dat ze nog niet zo vaak in de tempel was geweest, kwam ze wel eens een keertje een pij doneren. En dan vroeg ze aan de monniken, wat is hier de betekenis van die monnikspij die ik doneer? En dan zei die monnik, it's for merit. Het is voor je, ja, punya, wat we dus punya noemen, wat in het katholicisme wel verdiensten wordt genoemd, de energie van goede daden. Maar mijn moeder die verstond, het is om te trouwen, het is om married te raken. Dus ja, het is een taal waar we niet echt aan gewend zijn. Maar dit is heel essentieel aan het dagelijks boeddhisme. Dus het doen van goede daden door het verzamelen of het creëren van goede energie in je leven, die je dan vervolgens kunt delen met anderen. Die punya die trekt ook dus goede dingen aan in je leven. Het is de energie van goede karma die weer goede dingen aantrekt in je leven. Dus je kunt het vergelijken met elektriciteit of brandstof, maar dan een energie die ja, dus positief is. En het omgekeerde is apunya of niet verdienst, heb ik hier geschreven. Wanneer we handelen uit haat of uit verwarring, wanneer we handelen uit een negatieve intentie. Dus een positieve intentie, het gaat altijd om de intentie, hè, in het boeddhisme. De Boeddha die zei, karma dat is intentie. Dus het gaat om je intentie die je doet en wat eruit voortkomt is dan punya. Of als het een hele negatieve intentie is, apunya. Apunya is net als water. Je kunt het vergaren. Dus ik had al net gezegd dat we in ceremonies water gebruiken als een symbool voor punya of voor goede karma. Dus het kan, je kunt het vergaren, je kunt geleidelijk aan elke dag een goede daad doen. En dan heb ik het niet alleen over dat je naar de tempel zou komen, maar ook goede daden in je dagelijks leven. Goed zorgen voor je ouders of je leraren. Goed zorgen voor je partner en kinderen. Vrijgevigheid naar de ander, een onbekende of een collega een beetje motiveren, inspireren. Dat zijn allemaal kleine goede daden. Maar het mooie van kleine goede daden is net als regenwater, en dat is de vergelijking van de Boeddha, kun je het in een ton verzamelen. Geleidelijk aan transformeert het ons. En dan zijn we daardoor ook steeds meer aan het groeien. Heel veel mensen hebben zoiets van, ja, maar je moet niet goed doen voor jezelf. Je moet onbaatzuchtig goed doen. Dat is waar, maar het is niet alleen iets wat je voor jezelf alleen doet. In feite is het heel fundamenteel aan het menselijk bestaan. Dat uiteindelijk we nooit helemaal zeker kunnen zijn of we een ander kunnen helpen. Maar we kunnen wel onszelf helpen. En het belangrijke is dat we, als we stilstaan bij hoe we onszelf erbij helpen, dat op anderen dankbaar zijn of anderen positief reageren of anderen ons ervoor prijzen, alle de goede dingen die we doen, dat het dan minder belangrijk is. Omdat we juist ervoor kiezen om het te doen om er door te groeien. Dus in een bepaalde zin, in een zekere interpretatie, kun je zeggen dat het juist onbaatzuchtig is om goed te doen en daarmee een beter mens te worden.
Omdat je daardoor minder afhankelijk bent van de complimenten van anderen of de dankbaarheid die er niet altijd is. Maar goed, even terug naar het onderwerp. Waarom wordt het ook vergeleken met water? Het is moeilijk te meten. Dus de Boeddha die zei, karma of punya, dat kun je heel moeilijk meten. Dat is zo krachtig en mooi, dat kun je heel moeilijk meten. Natuurlijk kunnen in de moderne tijd kunnen we water wat beter meten dan in de tijd van de Boeddha. Maar het blijft nogal lastig om te zeggen hoeveel watermoleculen er nou in een rivier of plas zitten. Het kan zich heel ver verplaatsen. Een waterdruppel kan zich helemaal van hier tot aan de Mississippi in Amerika verplaatsen. En daarmee zegt de Boeddha, we kunnen goede karma delen met anderen, ook al weten we niet waar ze zijn. Dus ook diegenen die zijn overleden. En het kan door punya kunnen we beter omgaan met de negativiteit die we verkeerd hebben gedaan in het verleden. Daarmee wordt ook wel gezegd van nou, als je iets verkeerd hebt gedaan in je verleden, kun je dat niet terugdraaien. Maar je kunt wel meer goed doen, waardoor die verkeerde dingen die we hebben gedaan minder invloed hebben op je leven. Dus in het boeddhisme heb je niet zoiets als dat je je zonde moet opbiechten en dat het dan beter wordt. Maar meer dat je er bewust van bent, de fouten die je hebt gemaakt, maar dat je opnieuw begint. En dat je dus ruimte geeft aan die verkeerde dingen die je hebt gedaan, doordat je meer goede dingen doet. En niet ontkent dat je verkeerde dingen hebt gedaan. Maar ja, dat is een ander onderwerp voor een andere keer. Maar daarmee geef ik aan, dus punya is iets heel krachtig, goede karma die we doen. En daarmee brengt het dus ook geluk en welzijn, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de ander. Dus dit is misschien een kleine tegenstelling die sommige mensen wel misschien hebben opgemerkt. En die ook wel eens al heel lang speelt in het boeddhisme, in heel veel teksten ook wordt over gesproken. Namelijk dat de Boeddha zegt, iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf. En dan zeg je toch, we kunnen goede daden delen met onze dierbaren. En dan ontvangen ze die goede energie. Is het niet een tegenstelling? Ja en nee. Want er is namelijk een soort van voorwaarde bij. De Boeddha die zegt ook namelijk dat we niet altijd de goede energie die we delen met onze dierbaren aankomt. Het is net als dat iemand een radio heeft die heel oud is en die misschien niet alle kanalen goed kan ontvangen, omdat die al een beetje kapot is of zo. Dus als iemand nooit in zijn leven, toen hij nog leefde of toen zij nog leefde, open heeft gestaan voor het doen van goede daden of heeft geloofd dat ja, vrijgevigheid of compassie, dat goede dingen zijn. Als iemand daar nooit in heeft geloofd, als iemand door en door cynisch is altijd geweest, dan is het heel moeilijk voor zo iemand om goede daden, om die energie te ontvangen. Maar dan is het nog altijd een hele mooie manier om iemand te herdenken. En dus heb je die ceremonie van de Peter Plea. En hier eindig ik mee, om het je gewoon te laten zien hoe het eruit ziet. Dus dit doen we elke derde zondag van de maand. En normaal komen daar heel veel mensen op af, maar om het toch een beetje corona correct te maken, is dat een woord? Corona correct? Dan ja, zie je dus hier hoe dat gaat tegenwoordig. Wat je hier ziet, is dat er hier dus kun je mijn pijltje zien? Ja. Hier zie je dus een tafel staan en daar zijn dus allemaal portretten van mensen die zijn overleden. En je kunt dus ook zelf, als je naar zo'n ceremonie gaat, en dat is helemaal gratis hoor, kun je dus ook een portret meenemen van iemand waar je om geeft. Kun je bij jezelf houden of je kunt het ook op de tafel zetten. En dat is dus hoe het gaat. En aan de linkerkant of aan de rechterkant van de centrale ceremonie zie je dus ook een kleine Boeddha staan.
En hiermee wordt de ceremonie begonnen door de kaarsen aan te steken. En daar heb ik al eerder over gesproken. Dus de kaarsen en de wierook en de bloemen, die symboliseren dus de Boeddha, zijn leer en zijn gemeenschap. Oké. Dus hier zie je dus onze tempel en hier zie je dus de mensen die eraan meedoen. Het lijkt heel erg op afstand, maar dat is alleen vanwege de corona. Normaal zitten we veel dichter bij elkaar en er zijn natuurlijk ook veel meer mensen. Meestal wordt deze ceremonie door zo'n 30 mensen bijgewoond. Nou, dat kan volgende maand al, dus we zullen wel wat meer mensen hebben die komen, maar je moet wel reserveren. Dus als je meedoet, laat het ons weten. Het is de derde zondag van de maand, elke maand. En als je een keertje mee wil doen, dan kan dat zeker. Ja. Er zijn, zoals alle ceremonies bij ons, giften, voornemens, goede voornemens die op worden gelezen, recitatie van teksten en meditatie en meestal in die volgorde.